En ja, nu ga ik mijn volgende fase in en dat is gezondheid promoten. En daar hoort natuurlijk de sanitaire wel waar bij. Ook een ijsbad. Ik ben dus Ellis de Overheim. Voormalig vechtsporter, lange carrière gehad. 30 jaar getraind, 25 jaar competitie. Veel meegemaakt, veel geleerd. En ja, nu ga ik mijn volgende fase in en dat is gezondheid promoten. En daar hoort natuurlijk de sanitaire wel waar bij. Ook een ijsbad. Mijn keuze voor deze sauna is gevallen, eigenlijk je ziet het al door het glas. Ja, ik weet niet, we houden van mooie dingen, leuke dingen. Nou, en ik vond het glas, toen ik hem zag, was het een soort van love at first sight. Je hebt ook een aparte kleedruimte binnen, vond ik ook wel chic. Ja, dus vandaar deze 400. Nou, ik heb gekozen voor deze houtgekookte sauna, omdat ik iets meer van de originele beleving ben. Van hout aansteken, de fysieke moeite doen. Maar ook de rode gloed die er vanaf komt, vind ik persoonlijk wel wat hebben. Ik heb een sauna aangeschaft natuurlijk voor de gezondheidsvoordelen. Als een sauna je opwarmt en je zit daar dan geruime tijd in, dan we hebben in ons lichaam verkoelmechanismen. Dat wordt dan getriggerd, geactiveerd. Hè. Je gaat dan zweten en warmte gaat eruit. En ja, dat is een gezondheidsvoordeel als je daar dus de betere in zit. Dus hoe vaker je in de hitte zit, geldt ook voor de kou, hoe beter het is voor je lichaam. Ik gebruik hem gemiddeld 2 keer in de week wel. Nou, ik denk dat je met 20, 30 minuten dat je doel bereikt hebt. Vaak doe ik dat ook nog social als mensen langskomen. Maar ik ben dan ook een beetje de extremist die ik ben. Dan zoek ik het de max op, dus een uurtje, anderhalf. Maar dat doe ik eentje in de zoveel tijd. Meestal is het 20 minuten, 30 minuten. Of ik wissel hem af, dus dan het ijsbad in en dan weer 20 minuten. Dat is dan een rondje. En dan kan je 2, 3 rondjes maken. Favoriete moment in de avond. Het zou in principe in de ochtend kunnen, maar in de ochtend is het meer wakker worden. Dat is dus dan meer kou. En dan 's avonds, wanneer de dag een beetje afgelopen is, ik ben dan bewust ook bezig om af te remmen. En dan, ja, dan is een sauna heel fijn. Even ontspannen weer. Ja, we hebben hem hier neergezet omdat je dan een uitkijk hebt op een weg. En dan zie je toch een beetje wat beweging. Ze kwam terecht bij Welvaren via Tibor. Die had het ijsbad. Dat tonnetje had hij en we gingen na de training ijsbadje nemen aan. En ik vond het een mooie ton, gemakkelijk. Ik denk, hey, waar heb je die vandaan? Die wil ik ook. Hey, daarvoor zat ik er vaak te rommelen. Ja, hoe ga ik een ijsbad nemen? Op een gegeven moment begon ik daarmee met een vriezer. Maar de ton is natuurlijk mooier. Kun je met z'n tweeën ook in. Ik en mijn vrouw tegelijkertijd. Net even iets groter en misstaat niet in de tijd. Dus daar begon het bij. Het begon al als eerste met op zoek naar de ton. Waar heeft Tibor de ton gehaald? En dan kom je bij Welvaren, dan kom je dus in de showroom. En ja, wanneer je zo'n sauna zit te staan, dan laat je hem niet. Die neem je natuurlijk mee. Voor inspiratie, ga naar Welvaren, ga naar de showroom. En laat je gevoel je leiden. Dat heb ik ook gedaan en ik ben daar heel blij mee.